Dus dat is het, vrijheid. Er zijn een aantal, in mijn beleving zijn er een aantal stappen, zeg maar, of een aantal stappen, een aantal tools die je kunt gebruiken om dat voor jezelf te kunnen realiseren. Realiteit is ook dat de meeste ondernemers hebben geen vrijheid. Weet je, ze denken het van wel en ze houden zich voor de gek van wel, maar ze hebben het niet. Of er is constante wrijving omdat ze financieel gewoon niet sterk zijn, dus dat ze op marketingvlak super, super zwak zijn. Of dat ze een aanbod hebben wat gewoon niet echt werkt, of een product hebben wat niet interessant is, dat het gewoon allemaal stroperig is. Of dat hun misschien hun persoonlijke levensbehoeftes veel hoger liggen ten opzichte van de omzet die ze draaien, of wat dan ook. Dus financiële wrijving is echt, ik denk bij 80% van ondernemers een issue. En ondernemers zullen het niet zo snel erkennen of toegeven, omdat ze ook positief zijn. Weet je? Dus heel veel van ons kunnen financiële wrijving hebben bijvoorbeeld en nog steeds heel optimistisch zijn.